Let's go party. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Zal je vast niet ontgaan zijn. Dinsdag 18 juli was de première van Barbie the Movie. Bij de Pathé Bioscoop in Nederland organiseerden ze complete Barbie Nights, zo ook in Ede. Vele bezoekers kwamen speciaal in het roze gekleed op deze happening af. We hebben vanavond een heuse Barbie Night van de film Barbie die vanavond eigenlijk in première gaat in Nederland. Hoeveel mensen verwacht je vanavond? Ja, in Ede verwachten we bijna 1000 bezoekers en landelijk Pathé zitten we op 22.000 en is eigenlijk de hele Barbie Nights gewoon helemaal uitverkocht. Waarom denk je dat het zo aanslaat? Ja, vroeg ik me ook zelf wel even af eigenlijk, maar Barbie is eigenlijk bekend bij iedereen. Barbie is uit mijn hoofd in 1959 al gekomen, dus eigenlijk bijna iedere generatie die er nu is, die heeft wel iets met Barbie of Barbies gehad. Of Barbie animatiefilms gezien. Dus het is heel herkenbaar voor iedereen. Ik heb wel tot een vrij late leeftijd met de Barbies gespeeld. Volgens mij toen ik sinds dat ik 13 was of zo. Dus wel vrij late leeftijd, ja. Waarom gaan jullie? Waarom wij gaan? Nou, we zijn eigenlijk net zelf twee grote Barbies. En het is toch leuk dat als je vroeger zelf met Barbie speelde, dat er nou een hele film van gemaakt wordt. En dat vonden wij, het leek ons wel leuk. Het is wel jeugdsentiment natuurlijk. Barbie, we zijn daarmee opgegroeid. Dus het is wel een beetje een must-see natuurlijk. Hebben jullie zelf wat met Barbie? Ja, vroeger. Nu niet meer? Ja, dat is al heel lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Het is eigenlijk een gewoon avondje uit voor jullie. Ja, dit is ons vaste avondje uit. We slaan eigenlijk geen ladies' night over. In tegenstelling tot echt reguliere ladies' nights, die we natuurlijk ook doen, zie ik vanavond wel veel meer mannen rondlopen ook. Die moeten mee met hun vriendin. Ja, of het zijn gewoon fans van Ken. Heb je zelf ook een Ken? Heb ik een Ken? Ja, ik heb een Ken. Jij hebt zeker een Ken. Ik heb zeker een Ken. Die is niet mee vanavond? Nee, die is niet mee. Die vindt het niet zo leuk om mee te gaan. Hebben jullie zelf ook een Ken gevonden? Ja, ik wel. Ja, maar ook weer afgedankt. Heeft Barbie een beetje jouw schoonheidsideaal? Ja. Jawel, ja. Wat vind je er zo mooi aan dan? Ja, lange haar, dat hele blonde, vind ik wel mooi. Ik vind het wel mooi dat er in de loop der jaren andere schoonheidsidealen bijgekomen zijn voor Barbie. Zodat iedereen zich ermee kan identificeren. Maar het is wel een schoonheidsideaal, zeker. Wat gebeurt er nog meer dan behalve de film kijken? Sowieso hebben we alles mooi in het roze aangekleed, zoals jullie ook op de achtergrond zien. We hebben roze prosecco vanavond die we schenken. We hebben ook onze bezoekers gevraagd om iets roze aan te trekken, met een beetje een dresscode in mee te geven. We hebben diverse standjes staan, die we ook allemaal hebben gevraagd om zoveel mogelijk roze items te verkopen. Dus dan heb je het over kettingjes, dat soort dingen allemaal. Uiteraard gaan we ook nog een hele leuke Barbie quiz spelen voor de voorstelling, met prijsvragen waar ze leuke prijzen kunnen winnen. Hebben jullie er al een beetje zin in? Ja! Hoe lang bestaan ze nou eigenlijk? Antwoord A hiervoor is 1955 voor het eerst. B is 1959, C 1964 of D 1980. Het meeste is voor antwoord B. Die hebben het dan gelukkig ook helemaal goed. Gefeliciteerd die B-hadder. Wordt het een kaskraker? Ja, wij denken van wel. Niet alleen vanavond is heel druk, maar de komende dagen zijn de voorstellingen ook ontzettend druk. Dus nogmaals, het is toch de herkenbaarheid voor iedereen die ervoor zorgt dat ze massaal naar Barbie komen kijken.